Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 20 Borussia Dortmund Career Mode. In deze video gaan wij zien of we doorgaan naar de volgende ronde in de Champions League. We zitten nu in de groepsfase. En zoals jullie dus zien, zoals jullie dus nu zien, FC Porto, wij Dortmund en dus Inter hebben alle drie 7 punten. Dus het gaat spannend worden en vandaag hebben wij dus een wedstrijd tegen Salzburg. En we hebben ook nog eens een wedstrijd tegen FC Porto. We willen dus eerst Salzburg, dan hebben we nog een paar wedstrijdjes in de Bundesliga. Maar de wedstrijd tegen Porto gaan we ook zeker weten spelen. Want dit zijn vooral wat simulatiewedstrijden en zo. Maar in deze video gaan we dus zien of wij doorgaan naar de knock-out fase van de Champions League. En eerlijk gezegd heb ik er wel gewoon vertrouwen in. En ik denk wel dat we gewoon doorgaan. Sowieso tegen Salzburg moeten we gaan winnen. En tegen Porto moeten we dan eigenlijk ook wel winnen. We spelen thuis. Moet gewoon goed komen. Maar het gaat in ieder geval weer leuk worden. En ja, ik weet niet of we dan ook al gelijk zullen zien wie onze tegenstander zal zijn in de knock-out fase. Dat denk ik nog niet. Dat gaan we dan denk ik in de volgende aflevering zien. Maar als eerst hebben we dus een wedstrijd tegen Salzburg. Zoals ik net ook al even liet zien. Daarna hebben wij een wedstrijd tegen Hertha. En Hertha staat volgens mij wel in het linker rijtje. Dus die wedstrijd gaan we spelen. Daarna hebben wij de wedstrijd tegen Ajoe of zo. In het DFB Pokal. Laatste 16. Nou, die gaan we natuurlijk simuleren. Dan hebben we daarna een wedstrijd tegen Düsseldorf. Die staan denk ik in het rechter rijtje. Dan gaan we die ook simuleren. En dan FC Porto. Dan hebben we dus 3 wedstrijden gespeeld, namelijk tegen Salzburg, Hertha als in het linkerrijk staan en Porto. En dat zijn dan precies 3 wedstrijden zoals we ook maximaal in een video doen. En dan na de wedstrijd van FC Porto zullen we dus zien of we door zijn. Maar voor nu hebben wij dus de wedstrijd tegen Salzburg. Salzburg staat momenteel 4, dus we hebben pas 1 punt. En ja, voor de rest dus de andere 3 clubs 7 punten. Het gaat er echt wel spannend aan toe gewoon, want we zitten gewoon, ja, dat alle 3 de clubs gewoon 7 punten hebben. Dat komt denk ik niet heel vaak voor. Dit is de opstelling waarmee we gaan spelen tegen Salzburg. Na deze wedstrijd hebben we 3 dagen rust. En dan hebben we dus tegen Hertha. Nou, ook niet per se de allerbeste team. Daarna hebben we ook nog eens een wedstrijd tegen een club uit de tweede Bundesliga. Of misschien wel lager. Dus dat is ook niet echt heel moeilijk. Dus laat ik gewoon lekker met de beste 11 gaan spelen. En ik wil ook gewoon zeker weten dat we gewoon een goed team hebben klaarstaan. Om gewoon die 3 punten te gaan pakken tegen Salzburg. Maar met dit team gaan we dus wedstrijd in tegen Salzburg. Ik ga er dan nu gelijk heen. En dan zie ik jullie daar. Oké, hier zijn we dan bij de uitwedstrijd tegen Salzburg. Salzburg heeft momenteel 1 punt en wij hebben 7 punten, net zoals Inter en Porto. De thuiswedstrijd tegen Salzburg hadden wij toen met 3-0 gewonnen, dus dat ging hartstikke goed. En vandaag hoop ik ook gewoon weer te winnen en dat verwacht ik eigenlijk ook wel. We moeten gewoon goed spelen en hopelijk speelt Salzburg niet al te goed. En dan gaat het gewoon goed komen. Dit is trouwens ook weer de oude club van Haaland. Het zou mooi zijn als hij weer eventjes kan scoren. Hij is niet echt heel goed, hebben jullie ook in de vorige aflevering gezien. Hij maakt echt hele grote missers. Maar uiteindelijk had hij wel nog gescoord tegen Bayern, dus dat lukt hem dan wel gelukkig. En hopelijk kan hij dan vandaag ook weer scoren om, ja, gewoon wat gaan, om het gewoon een beetje goed te maken van al die grote missers. Maar we gaan dus de wedstrijd in. Hopelijk spelen wij goed. En hopelijk speelt Salzburg niet al te goed. En, dat, en ja, ik hoop natuurlijk ook gewoon dat we gaan winnen. Hier zijn we op de aanval. Roy schiet maar zo. Wat een knal. En die gaat echt keihard over. Dit hadden we eigenlijk wel wat beter kunnen benutten. Want hier hadden we gewoon een voorsprong kunnen komen. Hier de Haaland. Die is erdoor, hij schiet en dan de keeper met een goede redding. Maar dit was op zich best wel goed gedaan van Haaland. Goed schotten ze uiteindelijk, maar ja, de keeper die er dan nu goed bij zit. En ja, daar kan hij zelf nu natuurlijk niet zo heel van doen. We hebben wel een corner en die gaan we natuurlijk nemen. En misschien kan het dat worden, we nemen hem hier. Oké, die belandt op zich wel goed bij een speler en die kopt hem. En dat gaat op de paal. We hebben nog steeds de bal. Even kijken wat we kunnen doen. Oké, leg het hier maar af. Schiet dan eens maar snel. Oh, oké, jammer. Ja, te veel verdedigers. Maar hier hadden we echt een hele goede kans en die ging gewoon uiteindelijk op de paal. Hier, goede pas naar Brand. Brand, jij kan er nu 1-0 van maken. Schiet maar. En lekker jongens, die zit erin. We staan 0-1 voor in de 22e minuut. En we spelen sowieso al van het begin. Vanaf het begin beter dan Salzburg. Salzburg heeft niet echt wat kansjes gehad. Voor mij was er nog helemaal geen één kans gehad. Wij hebben ook veel meer babs. En zijn veel meer op de helft van Salzburg. En dus veel meer in de aanval. En ja, dan maken we hier ook verdiend gewoon een 0-1. We hadden net ook al wat kansjes gehad. Maar die gingen er niet in dan. Maar deze wel. Dat was ook gewoon trouwens een lekkere assist van. Ik weet niet precies welke speler. Maar dat was gewoon een lekkere assist. Lekker de pas dus naar de Brand. En die hem, ja, Brand die schiet hem dan gewoon lekker in. En dan staan we nu dus 0-1 voor. En hoe we nu spelen, moeten we gewoon even volhouden. Want dan gaat het zeker weten goed komen. Bijgestaan door zijn teamgenoot. Hier is Salzburg op een aanval. En die schiet. En die zit er gewoon in. De allereerste aanval ook nog gewoon, hè, van Salzburg. Ik weet echt bijna zeker dat dit gewoon de allereerste aanval was. En het allereerste schot op doel. En die gaat er dan ook gewoon in. En staan we nu gelijk tegen de verhouding in. Want wij verdienen gewoon om voor te staan. Dus we gaan zo meteen ook gelijk wat op zoek naar de voorsprong. Maar hier is een speler. Ik weet niet echt precies wie het is. We gaan het zien. In ieder geval, ja, deze gast stond gewoon goed voor het doel. Die kreeg die bal gewoon goed aangespeeld. En ziet hem dan in. En Onana kon hem jammer genoeg niet houden. Het is ook een beetje lastig om dan zo'n schot te houden. Maar we staan dus weer gelijk in volgens mij iets van de 35e minuut of zo. En we gaan nu weer gewoon gelijk.
gelijk op zoek naar die voorsprong, want wij moeten deze wedstrijd gewoon gaan winnen. Oké, hier dan. Goede pass hier. En wat is dit? Een penalty? Lekker jongens, we krijgen een penalty. Ik weet niet wie dit is. Dit lijkt een beetje op die ene verdediger die Nederlands is. En die bij City zit, maar ik ben niet zeker. Dan Malo, nee, dat is hem sowieso niet. Maar we gaan even daar naar kijken. Dus Chan had best wel een goed schot. Hij schoot hem eigenlijk ook al op doel. Maar als we nog een overtreding. En dan kunnen we hier een penalty nemen. En die gaan we nemen met Haaland. Oké, we nemen met Haaland. Linkerboven. En nu kan jij gewoon weer scoren, hè, Haaland. Oké, we doen hem gewoon hier zo. Getimed. En die zit erin. Lekker jongens. We staan weer 1-2 voor. We staan dus weer voor in de 40ste minuut. En ja, deze penalty die komt wel gewoon lekker uit. Haaland die ook weer dus het doelpuntje heeft meegepikt. Ook in de vorige wedstrijd dus tegen Bayern. En dat terwijl hij het alle wedstrijd daarvoor echt gewoon elke goede kans naschoot. En dan maakt hij nu wel weer lekker 2 doelpunten uit 2 wedstrijden. En de wedstrijd is natuurlijk nog niet af. Dus hij kan meer scoren. Natuurlijk is het wel dan een penalty. Maar alsnog. Hij maakt er gewoon weer eentje. Dus wel een lekker ingeschoten penalty hoor, moet ik zeggen. Echt perfect in die linkerbovenhoek. Keeper kon er dus ook niet bij. En ja, daar staan we dus nu weer voor. We gaan zo meteen ook de rust in. En waarschijnlijk dan met een 1-2 voorsprong. En dan moeten we in de tweede helft gewoon door blijven gaan. Want we spelen sowieso gewoon beter dan Salzburg. Salzburg had alleen gewoon net gewoon dat ene kansje waar hij ze scoorde. Maar voor de rest hebben ze eigenlijk nog niet zoveel gehad. En wij spelen gewoon echt wel beter. Kijk hier, pas naar Memphis Depay. Plaats het maar. En kan het een doelpunt worden? Nee, de keeper met een redding. Hier, goede pas naar Ansu Fati. Ansu Fati is snel, maar deze back is ook wel snel. Ulmer heet hij. Hij is echt snel. We gaan een beetje terughouden. Kijken wat we kunnen. Haaland. En dan hier een verdediger die de bal wegpakt van Chan. Oké, hier opnieuw Ansu Fati. We gaan terugkappen. Afleggen hier misschien. Dit moet toch een doelpunt worden. Lekker jongens. Hij zit erin. Royce die het doet. En we staan 1-3 voor. Lekker jongens. Ja, deze overwinning is wel bijna zo goed als zeker binnen. Want we hebben nu nog ongeveer een kwartiertje te gaan. En we staan dus met 2 doelpunten voor. Dus echt heel erg lekker. 1-2 is net weer niet goed genoeg gewoon. Want ja, zelfs hadden we gescoord een keer. Dan staan we weer gelijk. Maar nu is het dus 1-3. En dit is echt heel erg lekker jongens. We zien in de herhaling Ansu Fati dus die lekker kapte. En hem lekker aflegt voor Royce. Die moet eigenlijk dan alleen nog 1 hoeven te schieten. En dat doet hij dan ook. En dan dus nu 1-3 in, ik denk, de 80ste minuut of zo. Misschien 75ste minuut. En ja, dan moeten we gewoon nog heel even doorgaan. En heel misschien nog even een 4e doelpunt erbij schieten. Hoeveelste minuut is het? 79ste. Ja, dat dacht ik al. Hier, goede paas. Ansu Fati, volley dan. Zo, wat een slecht schot, hè, jongen. Als je deze beter had geraakt, dan was het echt een heel mooi doelpunt geweest. Ja, het is een kwestie van techniek, timing en uiteindelijk ook geluk. We zitten hier nu dus in de laatste paar seconden van de wedstrijd. We staan met 1-3 voor. Dat gaat waarschijnlijk ook de eindstand worden. Ja, er is afgefloten 1-3 gewonnen dus. En op zich is 1-3 wel gewoon lekker. We hebben ook gewoon moeten winnen van Salzburg. Het is ons ook gelukt. Maar eigenlijk hadden we wel wat meer doelpunten kunnen scoren. We hadden ook wel 1-4 of 1-5 kunnen winnen. Want op zich hebben we echt veel kans gehad. Maar die keeper van Salzburg heeft ook zeker weten goed gekeept. Dat moet ik natuurlijk niet vergeten zeggen. Die gast heeft echt heel veel goede reddingen gemaakt. Want als ze een andere, slechtere keeper op doelstond, hadden we sowieso meer doelpunten gemaakt. Maar ja, dit is best wel lekker. Opnieuw 3 punten erbij. En we hebben nu alleen nog 1 wedstrijd en dat is tegen FC Porto. En ja, we zitten nu op 10 punten, dus het gaat gewoon hartstikke goed. Oké, hier zijn we dan weer. We hebben zo meteen een wedstrijd tegen Hertha. En Hertha doet het echt hartstikke goed. Ze staan momenteel gewoon derde. Ze staan boven ons. Ze hebben 3 punten meer. Dus het gaat vast wel een lastige wedstrijd worden. Ik hoop natuurlijk wel gewoon te winnen, want ik wil gewoon zoveel mogelijk punten pakken. En als we nu verliezen, ja, dan gaat het toch wel een beetje uitlopen op ons. Dus we moeten deze wedstrijd gewoon winnen. Hoe moeilijk het ook gaat worden. We zullen zien. Nou, normaal gesproken staat Hertha een beetje in de middenmoot. Maar ze staan dus nu gewoon, ja, ze staan nu zelfs tweede. Gladbach. Even kijken hoor. Oh, ze staan derde. Wij zijn naar omlaag gegaan. Ik dacht al. Maar dat komt omdat Gladbach een wedstrijd middag speelt. Maar ja, Hertha die doet het dus gewoon best wel goed. Want ja, 29 punten uit 12 wedstrijden. Die staat derde. En dat is niet echt een plek waar Hertha vaker staat. Ja, we gaan heel even kijken wat hier is gezegd. Pichek. Ik ben de laatste tijd heel goed in vorm. Even kijken hoor, komen belangrijke wedstrijden zeg maar aan. Ja, ik ga Pichek sowieso niet laten starten. Misschien dat hij een invalbeurtje gaat maken. Maar ik ga hem sowieso niet laten starten. We hebben dus nu de wedstrijd tegen Hertha. En tegen Hertha ben ik ook van plan om gewoon de beste elf te laten spelen. Of gewoon de spelers die het meest fit zijn. En dan hebben we daarna de wedstrijd tegen deze club, AUE. Geen idee hoe het eigenlijk heet. Maar tegen deze club kunnen we zeker wel wat spelers gaan laten rusten. Ik ga nu heel even de opstelling klaarzetten. En dan laat ik die zo weer zien. Oké, dit is de opstelling waarmee we gaan spelen tegen Hertha. Ik heb eigenlijk gewoon iedereen laten staan behalve Royce. Royce was best wel moe. En ik denk dat hij dus niet zo'n heel hoog uithoudingsvermogen heeft. Want anders is hij niet altijd zo uitgeput. Dus ik heb hem even op de bank gezet en ik kan hem er later gewoon lekker inzetten. Hazard die vervangt hem. Hazard staat dus rechts en dan heb ik Brand gewoon in het midden. Maar met dit team gaan we dus een wedstrijd in tegen Hertha. Ik ga er nu heen en dan zie ik jullie daar.
Oké, hier zijn we dan uit bij Hertha. En Hertha staat dus momenteel derde. Wij staan nu vijfde, maar dat komt gewoon omdat Gladbach in middag gespeeld. Eigenlijk staan we dus gewoon vierde. En we doen het op zich wel redelijk, maar Hertha doet het ook echt heel erg goed. Want Hertha staat normaal gesproken niet zo hoog in de ranglijst. Die staan meestal een beetje middenmoot, misschien 7e, 8e, 9e, zoiets. Maar nu zijn ze dus gewoon derde met Piatek, is het volgens mij. Of, ja, Piatek is het volgens mij hoor. Maar met hem dus in de spits. En ja, hij was echt een heel groot talent. Maar toen is hij naar AC Milan gegaan. En is het wat minder gegaan. Maar we zullen dus zien hoe de wedstrijd gaat. En ik ben benieuwd dus hoe Hertha speelt. Aangezien ze dus derde staan. Maar ja, het zou zomaar kunnen zijn dat ik ze helemaal niet goed vind. En dat we ze gewoon afslachten. En dat zou ik natuurlijk wel mooi vinden. Want wij willen natuurlijk zoveel mogelijk punten pakken. Hier zijn we eigenlijk al gelijk op de aanval. En kunnen we wat... Nee, die verdediger die komt heel goed. En hier hebben we de bal. En dit is even heel erg lekker. Brand, jongen. Wat heb jij dit lekker gedaan, jongen. In de tweede minuut staan we alweer met 0-1 voor. En dit, ja, dit doelpunt, die kan ik volledig geven aan Brand. Want hij zet zo lekker door. Hier zien we, nou, eigenlijk is het ook gewoon een hele goede pas van Haaland. Maar Brand die dan wordt afgezet eigenlijk door die verdediger. Die bal belandt dan alsnog bij hem. En daarna... ja, gebeurt allemaal daar de shit en zo. Die bal komt tegen zijn knie. Daarna gaat hij omhoog. En uiteindelijk kan hij hem gewoon nog koppen over de keeper heen. En dan zit hij gewoon in het doel. En dan staan we nu gewoon met 0-1 voor in de tweede minuut. Oké, hier het Haaland. Schiet maar, jongen. En hij scoort gewoon weer. Ik weet echt niet hoe dit ineens kan, jongens. Haaland is nu ineens zo goed. Ja, het zou kunnen omdat ik die custom tactics heb aangepast. Want eerst had ik hem gezet dat hij gewoon in het centrum moet blijven. Maar nu heb ik dat gezet dat hij gewoon overal mag staan. Dus ook een beetje naar de flank. En blijkbaar helpt dat goed. Want hij scoort nu wel gewoon op 3 wedstrijden achter elkaar. En dit is ook echt lekker, jongens. We staan nu gewoon 0-2 voor tegen Hertha. We spelen echt heel erg goed. Hertha heeft volgens mij... nog ineens op doel geschoten. Misschien één schot. En dat zou dan niet echt iets heel goed zijn. En wij hebben veel meer balbezit. Verder vind ik trouwens wel dat Hertha gewoon goed aan het verdedigen is. Want we komen best wel lastig door die verdediging. Maar ja, we zijn er nu toch wel weer 2 keer doorheen gekomen. Nu in 26 minuten. En we zijn dan ook met 0-2 voor. En als we dit zo kunnen doortrekken, dan wordt het echt een hele leuke wedstrijd. Hele lekkere passie naar Brand. Brand kan er nu 3-0 van maken als hij het goed schiet. Hij schoot wel goed, maar die keeper ook echt met een hele goede redding. Dat is wel jammer, want we hadden eigenlijk gewoon 3-0 voor kunnen staan in de eerste helft. Hier, goede paas van Haaland naar Hazard. En hij kan hier schieten. En de keeper dan. Oké, hier, goede paas van Haaland denk ik naar Royce. Royce loopt lekker door, die schiet. En dan de keeper. En het is een eigen doelpunt. Wat is dit? Dit is echt niet te geloven, jongens. Gewoon een eigen doelpunt van Hertha. En dan staan we 0-3 voor. Ik wil wel even die herhaling kijken, want dit is wel echt grappig. Ja, ik heb Royce trouwens net even ingezet. Ik heb hem ingezet voor Brand. Verder had ik ook Memphis Depay eruit gehaald voor Fati. Want alle twee die spelers waren uitgenomen. Maar hier gaan we even de herhaling kijken. Dus Royce komt echt lekker door die verdediging. Die schiet dan de keeper met de redding. En dan deze verdediger van Hertha. Die hem gewoon in het eigen doel kopt. Het is echt heel dader. Kijk dan wat hij doet, jongens. Hij kopt hem gewoon letterlijk het eigen goal in. Het is niet eens per ongeluk een tikje of zo met het been dat die bal aan het eigen doel in gaat. Hij kopt hem gewoon echt het eigen doel in. Alsof hij dacht dat het doel van de tegenpartij was. Echt heel dom dit, hoor. Het is Dedrick Boyata. Echt een hele domme eigen goal. Maar ja, ik vind het natuurlijk hartstikke mooi. Het is ook wel grappig. We staan er nu 0-3 voor in de... Voor mij... Oh ja, 77ste minuut. Dus het gaat hartstikke lekker. De eerste helft ging wel wat beter, vond ik dan. Want in de eerste helft hadden we echt veel meer kansen aanvallen. En de tweede helft gaat nu wel wat lastiger. Want Hertha is wel iets beter aan het spelen dan behalve dan die ene verdediger die dus nu een eigen doelpunt maakt. Maar we hebben dus nu nog iets minder dan een kwartier te gaan. En we zijn dus 3-0 voor. En we spelen gewoon hartstikke lekker. Marco Roy. Hier zijn we dan met de aanval en Haaland die hem gewoon naschiet. Jammer, jongen. Dit was ook weer echt een gekke aanval met ja, allemaal gekke passes en schoten of zo op een heel klein gebiedje. Maar die gaat dus naast. Dus dat is jammer. Lekker de paas, jongen, van Haaland. Ansu Fati, kan jij hier scoren? Hij schiet. En die zit erin lekker, jongen. Volgens mij zit het allereerste doelpunt ooit voor Fati hier in de Bundesliga. En had hij nou... Nee, in de Champions League had hij een assist gegeven. Maar dit is voor mij echt een allereerste doelpunt. Iedereen juicht ook echt heel erg uit Bundel. Dus waarschijnlijk zijn ze gewoon allemaal heel erg blij voor Fati. We gaan hier aan kijken. Ja, dat is echt lekker gedaan. Een goede pas van Royce naar Haaland. Haaland die hem heel lekker nog doorgeeft aan Fati. En Fati die goed draait, die bal meeneemt. En we dan ook nog even lekker inzet. En dan staan we nu dus 0-4 voor. Met echt nog een paar minuten te gaan. En we hebben echt een hele lekkere wedstrijd gespeeld. Want ik had eigenlijk gedacht dat het wel lastig zou gaan. Aangezien Hertha gewoon derde staat. Maar dat valt dus nog wel mee. Ik wil even kijken... hoeveel doelpunten hij nou heeft gescoord? 2 doelpunten. Oh, oké. Okay. Dit is het tweede doelpunt in de Bundesliga. Alsnog lekker gewoon voor de Fati dat hij gewoon zijn tweede doelpunt heeft.
We zitten nu trouwens ook al gewoon gelijk in de extra tijd van de wedstrijd. We zijn dus met 0-4 voor en we hebben nu nog 1 minuutje te gaan. We hebben gewoon echt een hele goede wedstrijd gespeeld. Sowieso van het begin van de wedstrijd, eerste helft tot en met nu zijn we eigenlijk gewoon beter geweest. De eerste helft ging wel wat beter, want toen hadden we veel meer acties, veel meer balbezit en zo. De tweede helft was Hertha wel weer wat beter aan het spelen. Ze probeerden misschien een beetje terug te komen. Maar dat is niet gelukt. Uiteindelijk winnen we 0-4. Echt hartstikke lekker. En we pakken dan 3 hele lekkere punten. We zijn weer terug en we hebben nu de wedstrijd tegen AUE. Ik heb echt geen idee hoe deze club is. Wacht, ik kan misschien in het logo zien. FC Erke. Erke Bierke. Zo is het. Maar het is een beetje een rare club. Waarschijnlijk zitten ze in de tweede Bundesliga of in de derde zelfs. Maar we gaan deze wedstrijd natuurlijk simuleren. We spelen thuis en dit is het team waarmee we gaan spelen. Ik heb echt heel veel wissels. Op doel heb ik Hits, rechtsachter Piszczek, links Kasatje, verdediging Akanji, Zagadou. En verder heb ik Bellingham, Delaney, Fati en Raina. En op CM heb ik wel Royce. En in de spits heb ik Depay. En op de bank heb ik ook nog allemaal jonge gasten. En spelers gewoon met een wat lagere rating gezet. Maar we gaan deze wedstrijd dus simuleren. En ik verwacht ook dat we gewoon met dit team gaan winnen. Want deze club is volgens mij echt niet goed gewoon. En we hebben natuurlijk nog steeds Depay en Royce. Nou, we winnen met 2-0. Delaney en Depay met de doelpunten. En we zijn weer door naar de volgende ronde. Hartstikke mooi. Dit was dus de laatste 16. En dan zijn we nu aangekomen bij de kwartfinale, zoals het goed is. Volgende wedstrijd is tegen Düsseldorf. En Düsseldorf staat denk ik wel in het rechte rijtje, dus die gaan we dan simuleren. We worden eerst even naar het kantoor gestuurd, naar een transport voor hem. Nou, daar ga ik geen eens met op in, want deze gast weigert gewoon alles. Alles wat ik accepteer gaat hij zelf zeggen, ja, ik kom niet overeen met de club zelf. En dan is het weer vastgelopen. Ja, het is gewoon echt tijdverspilling om te gaan onderhandelen met clubs. Dus ik kan het beter gewoon lekker zijn contract ontbinden. Of ik moet hem uitlenen. Even kijken hoor, Düsseldorf, waar zullen ze staan? Düsseldorf staat 12. Nou, die gaan we dus simuleren. Ik moet nog wel even de opzending klaarzetten. Even kijken op de kalender wat we hierna hebben. Volgens mij FC Porto. Ja, hierna hebben we dus FC Porto. Dus ik ga wel rekening houden met de volgende wedstrijd. Want FC Porto wordt een belangrijke wedstrijd voor de Champions League. Dit is het team waarmee we gaan spelen tegen Düsseldorf. Ik heb bijvoorbeeld Morey, een rechtsback van 66 rated. En hij heeft potentie tot iets van 80 of zo. Dus hier heb ik gewoon lekker rechtsback gezet. Verder heb ik Akanji. Even kijken, Delaney en Fati gewoon in de basis gezet. Dus wel een paar spelers die ik laat rusten, zoals Depay. Want Depay heb ik gewoon zeker weten helemaal fit nodig tegen Porto. Maar we gaan dus simuleren en ik hoop dat we weer kunnen gaan winnen. Want we gaan nu wel weer de laatste weken wat beter. We gingen even een tijdje wat minder goed, maar nu gaan we dus weer beter. We winnen nu ook weer met 4-0. Torres, Hazard en Royce, die scoorden. Royce zelfs 2 keer. En Hazard die geblesseerd is. Dus we gaan even kijken in ons kantoor voor hoe lang. Ik hoop niet voor lang, want Hazard, ja, het is niet echt een vaste basisspeler. Maar alsnog speelt hij best wel veel. Sowieso maakt hij ook veel invalbeurten. En als hij geblesseerd raakt voor de lange tijd, zal het irritant zijn of vervelend. Nou, het zijn maar 3 dagen. Nou, helemaal niks aan de hand. 3 dagen. Hij zal in ieder geval wel de wedstrijd tegen Porto missen. Maar dan zet ik maar iemand anders op de bank. Ja, we hebben dus meteen een wedstrijd tegen FC Porto. We gaan eerder nog even trainen. Ik heb vorige keer trainingssessie 1 gedaan, toen 2 en dan ga ik nu 3 doen. Ik doe gewoon alles een beetje afwisselen en zo. En zorg dat ik wel alles gewoon eerlijk hou. Dat ik elke trainingssessie wel even vaak doe. Maar er gaat niemand omhoog, alleen Fati die een klein stukje verder gaat. En die zit dus op 75 rated. We staan dus momenteel wel bovenaan in de groepsfase. En ja, we moeten deze wedstrijd eigenlijk wel gewoon winnen. Of we moeten gelijk spelen, dan gaan we ook door. Ik ga zo wel even gewoon naar de stand toe, want dan kan ik ook zien hoe het zit met doelsaldo en dat soort dingen. Dus dan gaan we dan heen als het klaar is met simuleren. Ja, top, het is klaar met simuleren. Oké, even kijken hoor. Hoe ziet de stand eruit? We staan momenteel dus eerst. We hebben een doelsaldo van 3 en Inter heeft een doelsaldo van 7. Maar we hebben een beter onderling resultaat tegen Inter, want we hebben gewonnen en gelijk. Porto heeft een doelsaldo van 0. Dus op doelsaldo zijn we beter dan Porto. Nou, ik ga er wel vanuit dat Inter wint van Salzburg. Dus Inter komt waarschijnlijk op 13 punten. En stel Porto wint van ons, dan gaat bij onze doelsaldo omlaag en bij Porto omhoog. Dus ja, stel we verliezen, mag het echt maar met 1 doelpunt verschil zijn. En ja, dan, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. We verliezen dan misschien met meer dan 1 doelpunt. Maar als we gelijk spelen of we winnen, dan zijn we sowieso door naar de volgende ronde. Nou, als we winnen tegen FC Porto worden we eerste. Dat is wel gunstig. Want dan krijgen we een tegenstander die tweede is geworden. En ja, stel we spelen gelijk, dan worden wij tweede. Balvas Inter ineens gaat verliezen, maar daar ga ik gewoon echt niet vanuit. Maar ja, dan worden we tweede. Maar het is in ieder geval gewoon een hele belangrijke wedstrijd, FC Porto. Voordat we naar de wedstrijd gaan, ga ik wel nog even snel de opstelling klaarzetten. Oké, dit is de opstelling waarmee we gaan spelen. Gewoon mijn vaste basis 11. En ja, met dit team gaan we dus doen. Ik ga nu naar de wedstrijd toe tegen FC Porto. En dan zie ik jullie daar. Oké, hier zijn we dan de allerlaatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Namelijk de wedstrijd tegen FC Porto. En deze is op zich best wel een belangrijke wedstrijd, zoals ik net ook al zei. Want wij staan momenteel wel bovenaan met 10 punten. Maar Inter heeft ook 10 punten. En die gaan hoogstwaarschijnlijk wel winnen tegen Salzburg. En verder staat Porto met
7 punten, volgens mij, uit mijn hoofd. Ja, dus onder ons. En als die winnen van ons, ja, dan hebben ze 10 punten beter doel, zullen waarschijnlijk. Dus we moeten gewoon zorgen dat we niet verliezen. Als we gelijk spelen, vind ik dat goed, dan worden we tweede. En als we winnen, zou ik het al helemaal mooi vinden. Want dan worden we eerste in de pool en dan krijgen we tweede plaats in de volgende ronde. Maar we zullen dus zien hoe het gaat. Eigenlijk moeten we ook wel even die van pakken op Porto. Omdat we in de uitwedstrijd gewoon 3-0 tegen hadden verloren. En ik weet nog, die wedstrijd, dat was zo klote, jongens. Ik speelde toen op legendarisch, het ging helemaal fout. Mijn controle viel zelfs uit, omdat die leeg was. En ja, toen werd er ook nog eens gescoord. Dus ik wil eigenlijk ook gewoon even een dikke revanche gaan pakken op Porto. Maar we gaan dus zien hoe het gaat. Hopelijk spelen wij goed en gaan we Porto gewoon helemaal afslachten. En pakken wij de eerste plaats. Hier zijn we al gelijk in de aanval. Kijk wat we kunnen doen. Ja, Porto is hard aan het verdedigen. Oké, hier misschien. Ah, slechte pas. Oké, hier zijn we op de aanval. Goede pas naar Haaland. Schiet maar in één keer. En lekker, jongens. Hij maakt er 1-0 van Haaland die het doet. Oké, dit is echt zo mooi. Oké, jongens. Dus jullie hebben het in de vorige aflevering gezien. De titel gaat nog gewoon over Haaland. Van wat is er met hem aan de hand? Waarom is hij zo slecht? En dan in de volgende aflevering doet hij het gewoon supergoed. Ja, dat zal je altijd weer zien. En dan ga je over hem klagen. En dan de aflevering daarop doet hij het supergoed. Gewoon in alle vierde wedstrijden heeft hij gewoon gescoord. En ja, het zijn ook niet echt allemaal domme doelpunten. Het zijn op zich wel mooie doelpunten. We zitten nu ook pas echt aan het begin van de wedstrijd. Misschien niet van 5e minuut. En hij scoort nu al gelijk. Dit is sowieso echt lekker. Dat Haaland natuurlijk scoort. Maar ook sowieso heel erg lekker dat we nu gewoon voorstaan tegen Porto. Oké, hier kunnen we doorkomen met Memphis Depay. Oh, jammer. Die verdediger greep goed in. Oké, we gaan hier de tweede helft in. En we zijn dus nog steeds met 1-0 voor. Op zich spelen we best wel goed. Porto speelt ook zeker weten niet slecht. Maar we moeten gewoon zo door blijven gaan hoe we nu spelen. Haaland die bal heel lekker verovert hier. En we hebben gelijk balbezit. Maar ja, in de tweede helft moeten we gewoon zo door blijven gaan. Alsof we in de eerste helft speelden. En ik hoop eigenlijk gewoon nog wel even een doelpuntje erbij te kunnen maken. Misschien nu dan. Royce hier schiet maar gewoon in één keer. Wat een knal. En ook een hele goede redding van de keeper. Maar ja, zoals ik dus net zei, we moeten gewoon zo door blijven gaan hier in de tweede helft. En dan gaat het vast wel goed komen. Oké, hier zijn we op de flank. Een paas naar Memphis Depay. Hij houdt een beetje in. Afleg hier. Oké, niet echt op de juiste speler. Hier is hij met Haaland. We moeten even een beetje opletten. Want we zijn veel aan het verdedigen, FC Porto. Geef die bal maar voor. Misschien wordt het wat. Hier kunnen we eens nog iets doen. En volgens mij schoot Depay nog wel. Maar de keeper dan met de redding. En we hebben een corner. Dus die corner gaan we nemen. Dit was echt een beetje een rare aanval. Een beetje een rare actie en zo. Hier de corner dan. Die wordt genomen. En de verdediger die bal wegkopt. Kunnen we hem nog houden? De bal. Oké, lekker jongens. We hebben nog steeds de bal hier. De Haaland dan. Schiet maar gewoon. En een beetje een slecht schot. Dat komt waarschijnlijk omdat hij uit evenwicht werd gebracht door de verdediger. Oké, we zijn niet op de counter. Met 4 aanvallers tegen 4 verdedigers. Brandt is echt helemaal uitgeput. En wordt hier getackled. Maar het is geen eens een overtreding. Dus het zal wel blijkbaar gewoon een goede tackle zijn. We hebben nog 5 minuten de tijd. En we zijn al zeer met 1-0 voor. Dus we moeten dit nog heel even vasthouden. We zitten hier in de extra tijd van de wedstrijd. Nog 1 minuut te gaan. We zijn nog steeds met 1-0 voor. En hier is Porto op de aanval. Oké, we koppen die bal lekker weg. En dat is afgefloten. Lekker jongens. We winnen met 1-0. Dat betekent dat we 13 punten hebben gepakt. En misschien Inter ook 13 punten. Maar we hebben een beter... Ja, we hebben gewoon beter het resultaat gepakt tegen Inter. Dus dat betekent dat we sowieso eerst zijn geworden in de groep. En dat is echt hartstikke lekker. Het was op zich nog best wel een spannende wedstrijd tegen FC Porto. We hebben 1 keer gescoord. We hebben wel nog wat kansjes gehad op een tweede doelpunt. Maar niet per se hele grote kansen. En Porto was ook zeker weten niet slecht. Dus ja, uiteindelijk toch gelukkig gewonnen. We gaan door naar de knock-out fase. En in de volgende aflevering zullen we wel zien wie de tegenstander gaat worden. Oké, hier zijn we dan weer. We zijn dus door naar de volgende ronde in de Champions League. We hebben dus een knock-out fase en dat zullen we zien in de volgende aflevering. In de volgende aflevering zullen we dus zien wie onze tegenstander is. En dan ga ik gewoon alle resultaten laten zien van de Champions League. Als ik dat nu nog ga laten zien van de Champions League en van de Europa League, zal de video echt te lang gaan duren. Maar dat ga ik dus allemaal in de volgende aflevering doen. We zijn dus sowieso door naar de volgende ronde, want ik heb ook al wat prijsgeld gekregen. Hier zie je ook al dus dat er nog een loting moet komen. Maar in de volgende aflevering gaan wij dus even kijken... Ja, in de volgende aflevering gaan we dus weer natuurlijk wedstrijden spelen. Gewoon in de Bundesliga. We hebben tegen Mainz een wedstrijd. We hebben Leipzig, die volgens mij eerst of tweede staat. We hebben Hoffenheim. En dan begint ook alweer de transferperiode. Dus in de volgende aflevering zullen we waarschijnlijk wel tot de transferperiode gaan komen. Misschien zullen we al gelijk wel wat transfers hebben. Dat zullen we dan wel zien. Maar in ieder geval weet ik zeker dat het natuurlijk weer een leuke video gaat worden. Ik hoop dus ook dat jullie deze video leuk vonden. We hebben echt lekkere overwinningen geboekt. We hebben lekker veel punten gepakt. We zijn ook een beetje gestegen in de ranglijst. We staan nu derde in plaats van vierde. We hebben dus Hertha ingehaald. Omdat we van hun hebben gewonnen. En ja, we hebben dus in de volgende aflevering Leipzig. Als we die wedstrijd ook weten te winnen, dan kunnen we gewoon tweede staan. Maar dat gaan we dan allemaal dus zien. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En zet ook het belletje aan, zodat jullie een melding krijgen wanneer ik een nieuwe video upload of ik live ga. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.